Welkom bij de 34e aflevering van Arc School en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een basilisk temt. De basilisk is een passive tame vergelijkbaar met die van de titan Alboa. Als je een basilisk hebt gevonden, zorg dan dat je al het gevaar in de buurt vermoordt. Voordat je kunt beginnen heb je een paar dingen nodig. Namelijk een shoulder pad, een stone foundation en wat eieren. Plaats daarna je foundation over je shoulder pad heen, zoals ik hier doe. Op deze manier kan de basilisk hem geen damage doen. In dit voorbeeld gebruik je Cinema Crops, maar je kan elke shoulder pad gebruiken voor deze techniek. Drop daarna de eieren op de foundation. Een basilisk eet alleen Rockdrake, Magmasaur en Voidroom Eggs. Dus let daar goed op. Als je klaar bent met alle voorbereidingen, leid de basilisk dan naar de foundation. En als het goed is, zou je dan moeten beginnen met temmen. En je kan dat altijd even checken via de taming tracker. Zorg er wel voor dat je niet uit render distance gaat. Anders gaat hij ondergronds en dan verlies je taming effectiveness. Het proces kan heel erg lang duren, dus heb wat geduld. En als je het uiteindelijk hebt getemd, kan je genieten van je nieuwe basilisk. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik upload super veel leuke ARC content die je zeker niet wil missen. Dus abonneer!